Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe story video. In de story video van vandaag heb ik een verhaal over vroeger. Dus ga lekker achterover zitten. Pak je nonkia erbij. Ga het alvast opaderen omdat je even nu vandaag veel sms'jes gaat sturen. En dan gaan we gelijk beginnen. Want vroeger... Op de basisschool hadden we namelijk vijven. Het begon allemaal in groep 6. Een jongen die was hierheen verhuisd en op zijn oude school deze dat altijd. Want wij hadden eigenlijk altijd kinderfeestjes. Dat we bijvoorbeeld naar een zwembad toe gingen. Bij iemand achter in de tuin gingen zwemmen of wat dan ook. Oké, okay, wel... nou lijkt het alsof wij altijd als kinderfeestjes zwemmen hadden. Maar dat was niet het geval. Ik kom even zo snel niet op een uh, voorbeeld. En hij begon met een vijf. En het was zelfs zo'n hype voor die vijf dat er ook gewoon docenten opkwamen. Omdat die dat nog niet mee. Hadden gemaakt en dat was eigenlijk gewoon een klein feestje. Het leek alsof je op stap ging, maar dan bij iemand in de achtertuin met een barbecue erbij en zo. En ook heel veel muziek. En ja, daar gingen ze ook altijd schuiven en zo. En ja, in groep 6 vind je dat allemaal een beetje raar. In ieder geval vroeger, want nu ja, doen ze dat denk ik nog meer. Maar in ieder geval wij deden dat vroeger niet zoveel. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer vuiven en. 1,5 die spande echt de kroon. En dat was namelijk bij iemand in de achtertuin. Die had een mega grote tuin, een boerderij. En waarom spant die nou de kroon? Voor mij, nou omdat in die tuin zaten mensen in groepen. En die zaten na elkaar te sms'en. Terwijl ze elkaar gewoon zagen. En vroeger was sms'en echt knijterduur. Dan kon je, volgens mij, een abonnement afsluiten. Voor weet ik hoeveel sms'jes in de maand. Maar bij sommigen was het echt prepaid. En dan moet je echt betalen per sms'je. En ik weet niet hoeveel dat was. Maar het was uh, niet, uh, niet goedkoop. En iedereen had dan allemaal van die uitklapbare telefoontjes. Sommigen van jullie denken: wat heb jij het nou over? Die hebben wij nog nooit gezien. Ja, die hadden wij toen allemaal van die uitklapbare telefoontjes. vond dat helemaal. Mooi. En ik zelf heb echt pas sinds drie jaar een echt een telefoon. Um, en sinds twee jaar pas een smartphone. Dus ik ben daar nog helemaal niet lang mee bezig. Toen ook bij die vijf was ik daar totaal niet mee bezig. Ik zat me daar helemaal kapot te ergeren. Dat iedereen elkaar aan het sms'en was terwijl ze elkaar gewoon konden zien. Verder was er op dat vijf nog iets anders leuk. Namelijk stroomdraad. Je weet wel van dat draad dat om een weiland zit. Uh, om ervoor te zorgen dat de dieren niet eruit gaan springen. En die staan meestal onder stroom. En je kent het wel van die plaatjes dat je allemaal van die mensen Achter elkaar ziet staan, die dan allemaal op een rijtje staan. En dan die achterste staat. ligt volgens mij op de grond of zo, dat weet ik niet eens zeker. Maar in ieder geval, ze staan allemaal in een rij. En één iemand gaat de draad pakken, waardoor je allemaal een schok krijgt. En dat gingen ze daar allemaal doen, dat vonden ze heel leuk. Maar op een gegeven moment ging dat een beetje fout. Want uh, ze gingen namelijk uh, met water over die draad gooien. En. Volgens mij geleid water best wel goed en als je dat er overheen gaat gooien is dat denk ik best wel gevaarlijk. In ieder geval wat wij toen daar zagen dat was eigenlijk niet normaal. Het leek alsof er toen ze met water eroverheen gingen gooien leek het alsof er gewoon vuur van dat draadje afkwam. Dat was echt ziek. Het leek alsof er een kleine bliksemschicht gewoon vanuit de wolken zo pats op die uh, draad kwam en dan vol een explosie kwam. Want ze gingen dan niet met een klein beetje fle flesje water. Iemand was het idee om een, een emmer half te vullen en dan helemaal over dat. Draad heet te gooien. En iemand, volgens mij was dat in groep 7 of zo. Maar het was in ieder geval niet zo slim. Want we waren toen ook niet, niet zo heel erg slim. En wat er dus gebeurde, is dat die draad gewoon helemaal Ja, verpest werd. En toen die ouders zagen. Want ze wisten dat op een gegeven moment. wisten dat nog niet. Die waren een beetje bezig met de muziek en zo. En het was voornamelijk de grote broer van die jongen die het gaf. Die daarmee bezig was. En die ouders zaten gewoon binnen. <laughs> die dachten, flikker maar op. Rotkinderen, wij willen niks met jullie te maken hebben. Maar toen die broer dat zag. En dat doorgaf aan die ouders. Toen werden die helemaal, helemaal gek. Want je zag gewoon dat dat draad gewoon helemaal zwart was geworden. Dat deel waar ze dat water op hadden gegooid. Dus dat was echt ziek. Gelukkig was er eigenlijk niemand gewond geraakt met het water. Want als dat water dus over iemand heen zou gesplashed zijn. en terwijl het water die persoon nog aanraakt en het draad. dan kan die persoon waarschijnlijk echt flink hard geëlekt. Uh, geëlekt Gestrocuteerd worden. Zo'n moeilijk woord. Maar gelukkig was er niemand gewond geraakt. Ook niet met die rijen aan die uh, draad. Het was ook eigenlijk niet echt. Uh, ja, je krijgt een keer een schokje en dat was het. Het was niet levensgevaarlijk, gelukkig. En dat was eigenlijk het verhaal van vroeger. Het was ja met veel sms'en en zo. Dus ze kwamen ook met het sms'en op het idee. tijdens het sms'en van: hey, kom, we gaan naar die stroomdraad toe. We gaan dat eerst pakken en daarna. Kom, we gaan er water overheen gooien. Ja, als klein kind vind je dat wel vet. Maar ja, ik stond gelukkig een beetje aan de zijkant te kijken. Want anders kon ik het niet eens navertellen nu. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze video. Vergeet geen duimpje morgen achter te laten. Als we nou de 15 likes op deze video halen. Dan ga ik zelf uh, naar een weiland toe hier. En dan ga ik er flink wat water overheen gooien. En tegen de boer zeggen. Nee, weet je wat? Ik ga er overheen pissen. Dat is nog leuker. Dan, dat is echt gevaarlijk trouwens. <laughs> ik ga er overheen pissen. <laughs> dus als we de 15 likes hadden, ga ik lekker over zo'n uh, stroomdraad heen pissen bij een boer. Dat zou ik wel leuk vinden, denk ik. <laughs> nee, grapje. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, mensen.